Yo gasten, welkom op het kanaal van Team Dief. Ik ben DeleteNL. Ik neem jullie vandaag mee voor een potje Domination op Outpost. Ik speel hier vandaag met een ACR en de FMG 9 als tweede wapen. Verder heb ik nog een frekgrenade en een fles, dacht ik zo even aan mijn hoofd. Het kan ook een stun wezen. Ik heb Blind Eye aangetrokken, Hardline Pro en Steady Aim. Dit zijn mijn teammaten waar ik vandaag mee speel. Willem Anki, Will Self en Erik Egmond. Ik kan je ook meteen een tip geven als je aan deze kant spant. En je gaat naar B toe. Schiet dan meteen even hier die vaten stuk. Ja, dit is een beetje faal, maar ja, dat komt door het opnemen denk ik of zo. Ik weet het niet. Ik gooi hier flitsers en een granaatje er nog achteraan. Ik weet dat ze hier in de bunker zitten. Ik zag het net ook eentje. Ik hoorde het ook al van Erik. Die zei, Jeff, moet je opletten, want ze zitten in de bunker. Daarom ga ik hier om de hoek. De sniperspot heb je daar van de bunker. Daar schiet ik dus die vaten stuk. In de hoop dat ik een paar kills kan maken. Maar helaas mag het niet zo wezen in deze gameplay. We spelen vandaag 2 om 1. Dat houdt in, 2 bewaken een beetje de vlag. En die andere, dat is een beetje de infoman. Die speelt dus de informatie door naar de verdedigers. Ik zie hier straks links in mijn mappie, in mijn minimap, zie ik dat de enemy naar ons toe komt. Dus ik blijf hier een beetje achter. Als ik nou de hoek om ga, dan schiet hij mij meteen neer. Dat zou zonde zijn. Kijk, hier zag ik hem op mijn map. Ook hou ik natuurlijk even de bunker in de gaten. Kijk, hier zie ik zijn schaduw en hier schiet ik hem neer. Dat is meteen goed voor mijn Predator. Deze Predator ga ik ook meteen inzetten. Die doet zijn werk goed, want ik krijg er meteen een airstreak voor. Ik speel ook met een killstreak van 5-7. Deze zet ik in, niet op A of B. Want die vlag hebben wij al. Ik weet dat ze bij C spannen, dus daar gooi ik hem lekker overheen. En ja hoor, daar is hij, mijn tech heli. Hier maak ik even een double kill. Switch meteen over naar mijn secondary weapon. En dan kan ik de derde man killen. Als de lucht nou een keer vol zit. En ik kan niet je attack heli inzetten. Keer je ook nog eens een keer met je pijltjes toetsen door 1 keer naar beneden te drukken. Je vorige killstreak pakken. Die kan je dan inzetten. Kijk, hier ga ik niet achter het mannetje aan blijven rennen. Ik loop er juist vanaf. Zo kan ik hem eerder killen. Even achter het muurtje kijken, achter de paal. Ja, en hij kwam naar voren. En weer een Predator. Dat is lekker. Die killstreaks, ja. Je kan die gewoon even wachten tot de lucht vrij is. Dan zet je daarna gewoon even je attacker erin. En dit reapertje doet het ook weer goed. Weer een airstreak. Ik zie nu in de map dat ze bij A zitten. Dus daar gooi ik mijn airstreak overheen. Lose en alpha hoorde ik al. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik ga er niet op af. Want ik ben low ammo. Ik heb ondertussen wel contact met Erik. Ik zei Erik, ik ga op zich wel lekker. Weet jij nog een wapen te leggen? Nou, hij zei blijf maar even wachten. Ik kom zo naar je toe. Dan ga ik een wapen voor je regelen. Ja, ik zeg, ik weet niet hoe je het wil gaan regelen, maar hier legt niks. Hij begon te lachen. Hij zei, ik heb nog een granaatje over. Dus, hij pleegt wel even zelfmoord. Waardoor ik zijn wapen op kan pakken. Hier staat mijn ammo op 2. En nu op 92, zo te zien. Ik ben ook meteen op zoek voor mijn tweede wapen. Dat is toch wel lekker als je dan kan switchen onderweg. Nou, niks te vinden natuurlijk. Maar ik heb in ieder geval weer voldoende ammo. Om op zoek te gaan voor mijn tweede wapen. Deze man liep over eind. Dus even door te schuilen kon ik hem killen. Ik lever me meteen mijn attack heli op. Nou, deze man laat weer geen wapen achter voor me. Mijn teammate Will zegt, Jeff, er ligt nog een wapen bij A. Ik liep er zojuist overheen, dus ik ga meteen op A af om te kijken of daar nog een wapen ligt. Ja, dat klopt. Hier heb ik hem. Nu zit ik niet op te letten. Ik kijk niet op mijn minimap. Er liep dus een mannetje voorbij. Het blijkt dus mijn teammaat te zijn. Nou, die gasten die begonnen meteen te lachen. Ja,
Als je op ons schiet, dan weet ik ook wel waarom jij ammo nodig hebt. Omdat we B'en zijn verloren, gaan we meteen met z'n drieën op B af. Met twee teammaten lopen erheen. Ik blijf hier achter om hun rug een beetje te beschermen. Dat doen we ook in overleg. We doen dit ook expres. Om te zorgen dat ze niet in de rug kunnen komen van de teammaten. Zeg ook, er zitten er meerdere bij B, dus ik kom even teruglopen om ze nog een beetje dekking te geven. Hier pak ik dus ook de kill, maar helaas door het slechte beeld is dat niet te zien. Je zag het wel aan de punten die midden in het beeld verschenen. Nu hebben we drie vlaggen te pakken. Het is zeker niet hetgeen dat wij willen, de leden van Team Dief. Want nu spannen de enemy overal. Ze spannen naast je, ze spannen in je rug, ze spannen net voor je. Als ze voor je spannen is het meestal niet zo erg, want de kill is er nog. Ik speel nu een beetje afwachten. Ik ben toch bezig voor mijn MOAB. Hier kijk ik alleen maar op mijn minimap. Ik hoor het losing alpha. Ik weet dat ze hier dus zitten. Je minimap, dat is gewoon een wonderding. Deze man ken ik daar ook wel killen. Dus dat is ook meteen een tip dat ik je mee kan geven. Blijf gewoon veel op je minimap kijken. Dat geeft je gewoon heel veel informatie door waar je enemies bevinden. Hier ga ik richting de bunker straks. Dit is richting A toevallig, maar nou ga ik richting bunker. De teammaten zeiden ook dat er enemies B probeerden te pakken. Nou, wat deze man staat te doen, weet ik niet. Het zal allemaal wel goed zijn. Hier is het aan de voorzijde van de bunker. William die loopt hier al weg naar de achterzijde. Dus die probeert in hun rug te komen. Hier is Erik in gevecht met een ander. Hij moest even reloaden, waardoor ik naar binnen liep. Hij loopt voor me langs. En wie wordt er gekild? Ik. Jongens, kom op. Kill mij niet. Dat is gewoon verboden. Kill gewoon lekker Erik. Ja, jongens, het is te proberen natuurlijk. Maar in ieder geval, zo haal ik nooit mijn mal op. Kill gewoon lekker Erik en niet mij. Dit is wel weer een beetje het eind van mijn filmpje. Dus ik zal vast zeggen, jongens, doe even een groen duimpje omhoog als jullie deze gameplay leuk vonden. En als jullie de informatie goed vonden. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Als je abonneert weet je zeker dat je niet dat je niks meer mist van Team Dief. In de toekomst komen er natuurlijk veel meer filmpjes op. We zijn nou nog maar net begonnen. Kijk, en hier ga ik gewoon weer gruwelijk dood. Dat is echt wel zonde. Maar goed, het is niet anders. Ik weet dat hier enemies zich bevinden. Ik zie het ook op mijn minimap natuurlijk. Ik gooi even een fles. Ja, gooi maar. Ja, heel goed. Ik doe, krijg ook een hitmaker. Ik gooi er meteen een granaat achteraan. Want als de enemy dan geflasht is, dan is het moeilijk om weg te komen. Dus dan kan ik eigenlijk wel erop uitgaan dat hij een kill heeft. Deze man werd net neergeschoten door Willem Anki, die van achter was gekomen. Ik zat weer eens niet op te letten. En dat werd van me dood. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Voor meer informatie over MW3 Black Ops of over onze clan is natuurlijk te vinden op onze website teamdief.nl. Later.